De Zebro LC30. Nou, het is niet mijn ding om apparatuur zoals dit te reviewen of uitleg over te geven, want ik ben overduidelijk de man van de planten. Maar in een van mijn video's heb ik dus het apparaat laten zien en ik kreeg dus in één keer heel veel verzoeken om een review te maken over dit apparaat. Dus Dutchie Pepperlovers gaat een LC30 reviewen. Maar voordat ik moet beginnen met de LC30 over hoe goed het werkt en hoe fijn deze ruimte altijd verwarmd is. Er is een heel groot probleem met dit apparaat en dat is gewoon de fabriek zo afgesteld. Maar voordat we er verder gaan, zal ik even uitleggen waarom ik een Zebro heb gekocht. En waarom het zo efficiënt is met je woning te verwarmen. En voordat ik even verder ga met deze video. Bij een Zebro of bij een brandstofkachel zorg altijd dat je douwelooft of in ieder geval een stukje van een raam open hebt dat een beetje frisse lucht naar binnen kan komen. Gelukkig heeft deze een ingebouwde CO2 sensor of koolmonoxide sensor, geen CO2. Waarbij je dus kan detecteren of er voldoende lucht is. Maar ja, ik ben er heel erg happy mee. Ik heb hem gekocht bij Zebro Webshop. Hij was toen de tijd €310. Natuurlijk met de coronaperiode is het gegaan naar €500. Gelukkig weer een beetje in het zakje. Evenals met de petroleumprijzen. Maar ik heb deze gekocht vanwege de energieprijzen. Ik ben iemand die het graag warm heeft in de woning. En ik heb een hond met artritis of beginnende reuma. Dus ik kan het gewoon niet te koud laten worden hier in de woning. En er is niet echt een bepaalde manier van verzekering of zorg vanuit de overheid uit voor een hond met reuma. Want dan zeggen ze gewoon, fuck you, zoek het maar uit. Doordat ik dus een Zebro kachel heb gekocht, en dat kan ik jullie even laten zien, krijg ik nu al, alleen omdat ik gewoon zo weinig gas verbruik, tussen de €675 en de €700 terug. Dus ik ben gewoon super goedkoop met mijn energieverbruik. Maar nogmaals, ik douche me alleen en ik doe het eten koken, dus dat gebruik voor één persoon super weinig. Dus dan zou je denken, ja, maar je moet dan ook weer petroleum kopen. En dat kost €80 per kan van 20 liter. En dat klopt, maar met een kan van 20 liter doe je pakweg 100 uur. Dus je moet echt ontzettend veel stoken op een dag om aan zodanig hoog verbruik te komen tot het gewoon onrealistisch is om dit te gebruiken. Een gaskachel die moet boven in een cv de temperatuur omhoog krikken, water moet verwarmd worden. Voordat het water in de leidingen warm genoeg is, is er een hoop wees geweest. En de petroleumkachel, ik weet niet wat de efficiëntie is, maar ik zal even kijken. Een energieefficiëntie van 100%. Nou ga ik niet zeggen dat het 100% is, want daar geloof ik niet een vlek van. Maar laten we er gewoon 95% van maken. Dus ja, alle brandstoffen worden omgezet naar warmte. Of in ieder geval een hoop ervan. Dus dat is de reden waarom ik het dus gebruik. Ook produceer ik koolmonoxide en kooldioxide, wat weer een voordeel is voor mijn planten. Maar nogmaals, ik kweek planten. Mijn ding is peperplanten. Dus mijn planten groeien ontzettend hard, terwijl andere mensen gaan zeggen van, what the fuck, dat gaat gewoon niet werken bij mij. Dus het stookt mijn woning. De planten die ik hier heb staan zien er ontzettend groen uit en produceren mooie bladeren. En ik ben goedkoper in mijn verbruik met gas, want ja, gasprijs op dit moment is gewoon. Dus ik heb besloten toen om een Zebro te kopen en ik heb de LC30 aangeschaft, gewoon puur gebaseerd op de ruimte die ik heb. Zeg de deur dicht, dan is het gewoon prima warm de hele dag hier. En mijn hond die heeft het gewoon aangenaam warm tot het punt dat hij gewoon lekker ligt te snurken. En ik begrijp natuurlijk van hè, die oude Zebro kachels, die kuiskachels, dat ze best wel giftig waren en minder efficiënt waren en geen sensoren hadden omtrent koolmonoxide en vergiftigingen en die dan allemaal. Maar deze kachel is veilig genoeg, want ik heb het getest om met een meter overigens die ik hier hangen, tot die uitgaat vanaf bepaalde waarden en tot die gewoon ook gewoon begint te piepen met dus gewoon meer dat het weinig zuurstof is. Dus ik heb het allemaal getest en ik weet gewoon dat deze veilig is. Ik kan natuurlijk niet voor iedere unit garanderen, maar deze unit is in ieder geval veilig. Dus ik ben daar erg blij mee. Maar, zoals ik in het begin al aangaf, had een groot probleem. En het probleem is het afstellen van temperatuur.
gebaseerd op de temperatuur dat de unit aangeeft. Hij geeft nou 21 graden aan. Ik heb hem op 21 graden staan. Maar in werkelijkheid wijkt het natuurlijk een beetje af. Want die temperatuurprobes die ze erin hebben zitten, die zijn nooit 100% accuraat. Oké, kan ik begrijpen. Maar deze, die stond normaal gesproken, voordat ik dus een aanpassing heb gemaakt, op 25 graden. Dus de kachel die ging naar zijn spaarstand. En die wilde gewoon niet stoken. Hetzelfde als ik op de safe mode ging zetten. Dan ging natuurlijk de temperatuur omhoog. En deze gaat dan ook redelijk snel omhoog. Maar het probleem was dan, ik moest hem echt gewoon zodanig hoog zetten om die temperatuur omhoog te krijgen. Ja, tot het gewoon niet eens besparende functie had. Gewoon puur omdat de kachel aangaf dat het warmer is dan de werkelijkheid was. En de kachel gewoon naar een safe mode gaat. En ik de kachel op volle poelen moest zetten om gewoon de temperatuur omhoog te krijgen. En hoe komt dat? Nou, dat heeft allemaal te maken met deze temperatuurproop. De temperatuurproop zit aan een plastic, of tussen het plastic in. En hij meet in principe luchttemperatuur. Maar omdat hij tegen het plastic aan zat, of daartussenin zit. Ja, deze kachel die wordt warm. Door de stralingswarmte van natuurlijk het opwarmen van het petroleum, het verbranden, die dingen allemaal. En het plastic ook. Dus hij zat daar tegenaan. En het plastic is dan 25 graden. De temperatuur sensor registreerde het verwarmd plastic hier. In plaats van luchttemperatuur. Dus wat heb ik gedaan? Omdat je dit toch schoon moet maken. Want hier wordt namelijk stof erin getrokken. Heb ik even losgemaakt, schoongemaakt. Ik ben erachter gekomen dat je gewoon de probe een beetje naar buiten kunt trekken. En door het naar buiten te trekken en de probe gewoon uitsteekt, meet ik het luchttemperatuur in plaats van het plastic. En nu wijkt het niet 5, 6 graden af, maar deze is 20 graden daar. En de Zebro LC30 is nu op 21 graden. En ja, er is altijd een 1 of 2 graden delta verschil tussen temperatuurcentrum, want zo goed zijn ze allemaal niet, want dat is een van de grootste problemen die ik meemaak. Tenzij je echt van die hele dure units koopt. Maar 1 of 1,5 graden verschil, daar kan ik mee leven. Maar op het moment dat het apparaat een hogere temperatuur registreert dan in de woning in werkelijkheid is, dat is gewoon een probleem. Want je moet dan het apparaat altijd op maximale stand zetten om er iets uit te halen. Dus nogmaals, door die temperatuurproop een beetje naar buiten te halen, wat gewoon een letterlijke kabeltje is, wat je gewoon heel voorzichtig naar buiten kunt trekken. Ja, heb ik ervoor gezorgd dat het apparaat gewoon fatsoenlijk werkt. En ik denk dat dit gewoon een fabrieksfout is of een designersfout. Want natuurlijk, het apparaat warmt op. Dus hè, de omgeving van het apparaat, omdat het gewoon letterlijk een verwarming is, gaat omhoog. En het plastic en het materiaal wordt een beetje warm. Dus ja, het registreerde continu 25 graden. Zwaar irritant. Kleine aanpassing. En het is opgelost. Volgende vraag die ik ook kreeg, van hoeveel doe je er eigenlijk mee? Want dat was een Patreon vraag van iemand die ook een Zebro kachel aan heeft geschaft. Ik doe ongeveer een week. Ja, een week met 5 liter aan petroleum. Dus het is ongeveer, dat is 80 euro, 20 euro per week. Nou, een kameraad, Richard, die had het een tijdje terug erover, tot hij pakweg 10 kuub per dag moet stoken. Voor zijn woning warm te krijgen. Of in ieder geval de ruimte warm te krijgen. Nou, 10 kuub per dag maal 3,60 euro. Want toen de tijd was het nog niet als je korting kreeg vanuit de staat. Is gewoon 36 euro per dag. Dat is gewoon belachelijk. Maar ja, 3,60 euro per dag. Hij deed per dag 10 kuub stoken. Ik zal het even doen. 3,60. Dan heb je 31 dagen. Keer 30. Dus 1080 euro wat hij gewoon per maand moet stoken om zijn woning warm te krijgen. Terwijl ik gewoon nog niet eens met 20 euro per week mijn woonkamer, mijn gang en verwarm boven. Want boven is het gewoon constant 19 graden. Dus ja, ik ben wel happy met de Zebro kachel. En ik ben er ook wel blij mee dat mijn peperplanten gewoon een stuk groener eruit zien. Want ja, ik gebruik natuurlijk mijn CO2, wat de kachel uitstoot. En mijn planten die consumeren, want ik heb lepelplanten, ik heb peperplanten, ik heb vanilleplanten. Ik heb Carolina Reapers en daar ook nog vanilleplanten staan. Dus het doet het prima. En ik maak me helemaal geen zorgen over kooldioxide. Ik maak me wel zorgen over koolmonoxide, want dat is hetgene wat doodt. Maar door een douwelhoefte of gewoon een raampje open te zetten. Ja, het is wat minder efficiënt, want ik hem koud binnen tocht. Is er meer dan voldoende circulatie. En ik heb het lekker warm. Ik ga niet zoals Wilma gas afsluiten. Omdat ik bang ben dat ik te veel moet betalen.
Dit is gewoon een creatieve oplossing. Het werkt. En de LC30 werkt prima om mijn woning te verwarmen. Want ik heb geen grote woning. Het is 100% energie-efficiënt, zoals ze zeggen. Maar het enige probleem wat ik had, is die temperatuursensor, die probe, die zat gewoon te ver naar binnen geduwd. Waardoor de kachel, de temperatuur van de kachel zelf, het materiaal zelf, ging registreren. En dat was eigenlijk altijd rond de 25 graden. Dus voor de mensen die zich afvragen, is zo'n apparaat midden in je woonkamer wel veilig? Ja, tenzij je hand voor op de uitgang van de kachel zet. Nou, dat misschien niet zo heel erg, maar de buitenkant van de kachel, de rest, is gewoon 25 graden. Dus dan komt nog steeds de vraag, is het efficiënt om zo'n ding nog aan te schaffen? Vanwege de energieprijzen, om teruggezet is naar 1,40 euro, of gasprijzen, in ieder geval teruggezet is naar 1,40 euro. En het antwoord erop is een beetje, ja. Als jij, nogmaals, zoals ik, 20 euro per week aan petroleum gebruikt, die overigens niet ruikt, tenzij het net opstart of net afvult. Tegenover mensen die 1,40 euro uitgeven per kuub gas en dan 10 kuub per dag moeten stoken. Nou ja, dat is zeker aantrekkelijk. Want ik zal het even uitrekenen voor jullie. 1,40 euro keer 10 keer 7. Dat is 98 euro per week. Tegenover mijn 20 euro per week. Dus, en voor alle duidelijkheid, ik heb hem op safe mode staan. Wat inhoudt, de kachel die stookt naar een bepaalde temperatuur. Dit 24 graden, 23, 24 graden. En daarna gaat hij gewoon uit, tot het gewoon terugzakt naar 20 graden. En in de tussentijd, dat duurt gewoon een paar uur voordat het überhaupt weer aanspringt. Hè. Dus tussen die twee punten, 20 en 24 graden, het afkoelen, duurt bij mij gewoon een paar uur. Want ondanks dat het hier waardeloos geïsoleerd is en een kiertje open staat, het heeft wel even nodig. En dan springt hij gewoon weer automatisch aan. Dus hij stookt niet continu. Hij stookt het gewoon warmer dan aangegeven temperatuur. Omdat het op safe mode staat. En dan laat de temperatuur weer zakken. En dan springt hij gewoon weer aan. Dus het is gewoon aan, uit, aan, uit. Het is gewoon een cyclus waarbij hij gewoon behoorlijk wat energie bespaart. Of in dit geval petroleum bespaart. En ja, ik ben wel happy. En tussentijd is de kachel weer uitgegaan. Want hij had de temperatuur dan 23 graden gebracht. Zoals ik zei, op safe mode stel je hem in op 20 graden. En dan brengt hij hem hoog naar 23. 23 gaat hij weer uit tot hij weer onder de 20 graden komt. Dus als hij daar omlaag spreekt naar 19 gaat hij aan. En zo blijft hij de hele tijd cyclussen. Maar ik ben gewoon super blij met dat apparaat. Het enige is voor de mensen die dat dus kijken. Let op dat die temperatuurproop niet te diep in de Zibro kachel zelf zit. Je kunt gewoon dat plastic losmaken. Want dat moet je sowieso losmaken regelmatig om het schoon te maken. Want er zit stof in. En dan trekt die temperatuurproop een beetje naar buiten. Zodat de kachel luchttemperatuur meet. En niet het materiaal. En in de tussentijd kan de hond lekker gewoon genieten van de warmte de hele dag. Zonder dat hij last van zijn poten heeft. Dus ja, het is niet mijn typische reviews of mijn video's. Maar mensen willen dus gewoon begrijpelijk door de energiecrisis wat meer informatie hebben over een Zibro-kachel en die dingen allemaal. Vandaar dat ik dus ook deze video maak. Ik hoop dat jullie een beetje informatief vonden, leuk vonden. Ik hoop dat mensen die dezelfde problemen hebben, daar iets aan hebben gehad. Dat ze weten dat ze het gewoon een beetje naar buiten kunnen trekken. Ik ga trouwens niet keihard trekken die kabel, want het is een heel dun kabeltje natuurlijk. Maar het verschil van 6 graden maakt een gigantisch groot verschil. En je krijgt gewoon onzuivere verbranding, omdat de kachel de hele tijd in de safe mode gaat zetten. En hij stookt de woning niet warm. Beter gezegd, hij houdt de temperatuur te laag tegenover wat de werkelijkheid is. Waardoor je de temperatuur super hoog moet zetten, 28 graden. Voordat de woning eindelijk op temperatuur komt. En daarna blijft hij doorstoken. Dus daar zit geen einde aan. En nu houdt hij het gewoon bij. Hij gaat aan, hij gaat uit, hij gaat aan, hij gaat uit. Het doet precies wat hoort te doen. Maar dit was het voor vandaag. Zijn er vragen? Wil je meer informatie? Laat het mij weten. En ja, tot de volgende keer.